Hey, welcome back hier bij de volgende landtraining. Ik ren nog even snel weer hier zo naartoe. Daar hebben we weer een paar aanpassingen gehad. Inclusief deze korte andere intro dan die we gisteren hadden. Want ik dacht, die is niet goed genoeg, duurt te lang, is niet leuk genoeg. Dus we gaan er nog even net iets aanpassen. Dan gaan we achter dus benentraining doen, want het is vrijdag. En ja, er zijn nog een paar andere dingetjes veranderd voor vandaag, maar dat is vooral voor mij. Zo kan ik vandaag ook weer de piepjes horen. Dus dat is op zich ook wel weer lekker. En ja, het geluid is allemaal net iets anders en zo. En ik doe het ook op een ander moment van de dag. We gaan zo lekker eens beginnen met joggen op de plek. So get ready. Joggen op de plek is altijd een makkelijke oefening. Benen set, over 50 minuutjes lang. En we gaan vandaag weer lekker werken en weer lekker tegenaan. Joggen op de plek. Op één niveau vandaag. Dat komt vooral omdat ik vandaag eigenlijk geen tijd had om een schema te maken. Ik doe naar de hakken billen. Maar eerst 5 seconden rust. Hebben we nu al echt nodig. Let's go, hakken billen. En dadelijk na 5 seconden rust krijgen wij onze 30 seconden lange knieheffen. Let's go! Well done. Like de small towards squat, die hebben we al eerder gedaan. Maar dan het brede squat, hap, terug. Normale squat, hap. En de brede squat, hap. En weer terug. Rustig gecontroleerd, maar goed. Want daar gaat het om. Goede uitvoeringen. Desondanks, dus wat rustiger. Ga niet om het aantal herhalingen. Ga om het aantal goede reps hierin. Op bij alle oefeningen, eigenlijk bijna altijd. Let's go. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Keep it up, keep it up. Ik ga even snel hierheen, want ik moet even controleren of onze playlist, hij staat op de goede. Heel soepel vandaag, ik weet het. Geen tijd, zeg maar. Nee, er is altijd tijd om te sporten. One leg bridge, ga op de rug liggen. Rechterbeen laat je op de grond staan. Linkerbeen, die mag je of gebogen of gestrekt houden. Dat maakt voor de rest niet uit. Let's go. Come on! Even rust, gaan we door naar de donkey kicks rechts met de pulses. Dat betekent dat we nu even gaan doen is eigenlijk omhoog, terug naar beneden, een klein beetje, omhoog en terug.
Oh, met gestrekte benen. Dus mag ook chap, hap, chap, rug. Aan de linkerkant. Jap. Linkerbeen blijft staan, rechterbeen gestrekt. Of gebogen, whatever you want. Let's do this. De linkerbeen, let's go! Ja, en die puls is twee keer voordat je weer helemaal naar beneden gaat. Alrighty, dan gaan we dadelijk naar achteren toe stappen met de rechterbeen. Hap, ga je twee keer. 1, 2, ga je volgens omhoog. Rechterbeen gestrekt. En weer terug. Hap, hap. Dan gaan we direct door met deze oefening met het linkerbeen. Linkerbeen. En daar komt er een oefening die heel goed is voor die beentjes. De wall sit. Maar eerst krijgen we daar nog een paar seconden rust voordat we hier gaan beginnen. En dat is ook meteen je wisseltijd. Alright, get ready for the wall sit. In 3 seconden. Let's go. Ja, doen we deze ronde nog een keer. Weer mooi in de 90 graden te komen. En probeer daarna lekker te blijven ademhalen en te ontspannen. Super bezig. Come on, you got this. Super, 10 seconden rust. Small to wide squats. De eerste oefening die we net ook deden van deze set. Let's go. I'm
Gewoon mooi diep. Controleert. Rechterbeen op de grond. Linkerbeen gestrekt op gebogen. Let's go. Rechterbeen. Doe 2 oefeningen rechts en dan 2 oefeningen links. In 5 seconden. Let's do this. Feel the ass, it burns! Rich Linkbein! Let's go! Donkey Kicks, linkerbeen. Je kent de riddel, je kent de oefening. So let's do this. Keep it up, keep it up! Alrighty, gaan we weer de back lunge doen. Rechterbeen eerst. We beginnen in 5 seconden. Let's do this! Tu veux chanter, ce que tu veux parler.
seconden daar gaan wisselen. En wisselen. Ging ik bijna neer hier. 6 seconden te gaan. Gaan we door naar de wall sit. De oefening is heel lastig als je op het klokje wil kijken. Let's sit. Een klein beetje weer een core oefening tussendoor. Eigenlijk hetzelfde als wat we 2 weken geleden deden bij de benen set. Vorige week hadden we de special van 2 uur. Ja, er kwam ook veel benen bij kijken trouwens. Mocht je die niet hebben gedaan, doe hem. Oeh, de burn. Sit crunches. Eerste core oefening. Deze ga je ook voelen aan je benen nou. Door de houding. Let's go. Gaan we ronden doen aan de leg raises. Let's go. Dus onderrug op de mat laten liggen. Russian twist in 10 seconden. Let's go. Seconden rust en dan gaan we een half minuut lang planken. Doe dit. Oh, een minuut lang planken bedoel ik. Dat is wel iets anders. Ja, daarna krijgen we ook zo te zien 30 seconden rust. En daarna gaan we deze oefeningen die we net deden nog een keer doen. Van de core bedoel ik dan. Alleen dan andersom. Dus beginnend bij de Russian Twist. Even om die buikactivatie goed weer te krijgen. Hele belangrijke voor bij het zwemmen.
Nog 10 seconden te gaan. Halve minuut rust. Zijn even lekker ontspannen. Gaan we deze set afbouwen de andere kant uit. Als we willen beginnen met de Russian Twist. Dan de Leg Raises en dan de Face-Up Crunches. Oeh, ik voel de core. Val je onderin. Maar die gebruik ik ook veel bij de Leg Raises en bij die Face-Up. Russian Twist gebruiken je hele gedeelte. Of vooral de onderste twee blokken. Alrighty, Russian Twist. Here we go. Oh, it's an instant burn. Alright, terug naar de Leg Raises. In 6 seconden. Onderrug op de grond laten liggen, de schouderbladen iets van de mat af. Let's do this. Face-Up Crunches als laatste finisher van deze core set. Voordat we weer teruggaan naar de benen. Volgens mij vooral kont. Face-Up Crunches. Oh. My heart rages around like an ocean in my head. Dus let erop als je dit zo doet met je handen naast je. Ik druk bijna niet op de grond. Het is puur voor stabiliteit, zeg maar. Dus je zou dus... Oeh. Ook zo zonder kunnen doen. Alleen dan ga je iets meer heen en weer bewegen. Dat is soms net iets beter om je balans goed te kunnen houden. Om te focussen op je core. Op het moment dat je ze naast je neerzet. Woo! That one burned like crazy. Hij voelde wel zo lekker. Minuutje rust. Dan ga ik door naar de volgende set. Beginnen met de Fire Hydrant aan de rechterkant, oftewel het doggy plassen. Daar ben ik klaar voor. Volgende benen, onderlichaam, gedeelte. Inclusief dus ook je kont. Squats zijn trouwens ook heel goed voor je kont. Maar ook wel voor je benen. Goed, dan gaan we straks ook nog flink wat doen. Half races. Maar eerst, fire hydrant. Rechte been. Nou, als je een elastiek hebt, kan je deze oefening, maar ook de donkey kick, best goed doen met de elastiek. Doe je dan bij je knieën. En dan doe je ook deze beweging. Alleen mijn elastieken liggen nog allemaal op het zwembad. Dat is niet heel erg ideaal. Vijf seconden daarna gaan we door naar de fire hydrants. Links. Switch. Gaan we gewoon de normale bridges doen. Nog 10 seconden, come on, keep it going. Dan draai je om voor de bridges. Thank you.
Ready, get ready for the bridges. Voor de malen de keer. Let's do this. Een minuut lang. Weer lekker in beweging te blijven. Als je nou denkt van, nou, ik wil nog even mijn schouders ook bij gebruiken. Dan mag je best zo met je armen ook deze rotaties gaan maken. En dan probeer je allebei op een net iets ander tempo te bewegen. En dan krijgen we nog een keer de donkey kicks. Voor de hele goede om eigenlijk die bil te trainen. Ook die kan je dus doen met elastiek. En nogmaals, ik heb ze hier zelf nou niet. Kan ze ook niet doen met elastiek. Moet ze nog eventjes een keertje ophalen. Oké, klaarmaken voor donkey kicks. Rechterbeen. Ga nu om en om gebogen been doen. Daarna met gestrekte been. Dus, gebogen been, hap, terug, gestrekte been, hap, terug, gebogen en gestrekt. Come on now. Dan gaan we direct door dat linkerbeen. 4 seconden. Linkerbeen, zelfs idee. Is gebogen, terug, gestrekt. Terug. Ogen, terug, gestrekt. Terug. Ja, gaan we de bridges doen, alleen in plaats van normale bridges. Hou je ze 5 seconden lang op spanning boven. En daarna ga je weer even naar beneden toe en meteen weer naar boven. En hou je ze vast voor 5 seconden. Dus omdraaien, naar de rust. Naar de rust? Naar de bridges. 5 seconden lang hoog houden, plus minus. Stel goed voor jezelf of kijk op het klokje. Komt de spanning. Dan heel even naar beneden en weer terug omhoog. Komt op spanning. Super, side lunges, rechterbeen. Je kan gewoon breed gaan staan. Dan ga je nu eerst, zeg maar, naar je rechterkant toe. En je blijft aan de rechterkant, zeg maar, chop, terug, chop. Rustig, controleer. Dan gaan we dus telkens op de tenen staan en we rustig naar beneden toe. Als je nou een gewichtje hebt, ook al is het 1 kilo, is hij best wel goed om deze te doen met een gewichtje. Je hebt er niet bij staan, dat is ook echt optioneel. Mocht je het hebben, mocht je hem zadelijk kunnen pakken, raad ik het aan. We gaan hem trouwens vaker doen dan 1 keer. Volgens mij zitten die er namelijk 4 keer er ongeveer nog in. Om even die kuiten goed aan te pakken. Even snel mijn gewichtje erbij pakken. Oké, dat is best wel zwaar. Tenen, rustig een stuk naar beneden en weer naar boven.
Ik doe het nou met 10 kilo extra, dus 5 links, 5 rechts. Het effect namelijk hiervan is dat je eigenlijk gewoon net iets meer omhoog moet drukken. En net iets sneller spierpijn krijgt in die kuiten. Zorg er wel voor dat je jezelf helemaal op de tenen drukt. En even bovenin vasthoudt. Wat spanning zet. En met naar beneden gaat. Nogmaals, gewicht is optioneel. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Ja, mijn broek zit heel leuk, ik weet het. But ik heb geen hand vrij. Dan gaan we door naar de side lunge, linkerkant. Drie seconden nog. En lunge, linkerkant. Dus gewoon breed staan. Oh. En gaan we. Ook een goede stretch voor je andere lies. Op het moment dat je me echt ver doet. Ik voel hem wel ook meteen stretchen. Niet het hoofdidee. Maar ja, bijzaak. Alrighty, hier gaan we weer. Op de tenen zo dadelijk. Eventueel weer met gewicht. Let's go. Dan krijgen we een lekker brede sumo squats. Oh, dit gaat morgen spierpijn worden in die kuiten. Wat switch aan de sumo squats. Let's go. 5 seconden. Als je breed staan. Nou in het midden squatten. Oh, knak. Doen we 2 keer. 2 keer. 1 minuut lang. Proberen bewegen te blijven, probeer mooi diep te komen bij die sumo squat. Oh, ik voel me koud. Wel dan. Half minuut rust, daarna nog 1 keer een minuutje lang in die sumo squats. Wat we nou gaan doen in deze tweede ronde is naar beneden. Ga je chop, hop en terug. Chop, hop. Raak een pulsje beneden en dan ga je weer omhoog. Get ready. Let's go. Dan doen we de oefeningen die we hiervoor deden. De andere kant weer uit. Nog 2 keer die calf raises. Oké, die side lunge rechts. Side lunge links. Oké, zadelijk op de 30 seconden gaan we 3 pulses beneden maken in plaats van deze 2. Vanaf nu 3. Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Melody goes inside me.
Oké, hier gaan we weer. Half minuutje rust. Ik heb je tenen staan. Gaan we even een onderbroekstand rondlopen. Een luierstand eigenlijk, zoals de meeste mensen dan noemen. Here we go. Kuiten weer laten branden. Want hey, wat heb je eraan? Nou, dan ga je morgen voelen wat je eraan hebt. Voet op die tenen, zodat je die kuit op spanning zet. Niet gewoon zo'n klein beetje dit zo. Hup, 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 hup. Boven. Beneden. Lunge linkerzij. Oké, dan gaan we nu opzij. Hou je hem daar vast voor 5 seconden. Daarna ga je pas omhoog. Omhoog. Terug. Op een volgende 5 punt gaan we nog een keer. Dus nu omhoog. Terug. Eén keer omhoog. Dan pak je weer je gewichtjes als je met gewichtjes deed. Gaan we weer op die tenen staan. Oh. Let's do this. Lunch rechterzij. Zelfs idee. Naar beneden. Vasthouden. En omhoog. Terug. Niet boven blijven staan, dat is cheaten. Omhoog. Terug. Omhoog. Terug. Andere been is ook in lock-out. Omhoog. Terug. Want dan kan je daar niks mee doen namelijk. Hoog. Hey, come on now. Beetje hier, daarna gaan we weer door naar de bridges. Super, bridges in 5 seconden. Kom aan nou, lekker bezig. Bijna klaar. Halve minuutje aan. Dan gaan we weer naar die donkey kicks toe. We zijn straks weer 1 gebogen, 1 gestrekt. Tien seconden te gaan. Dan krijg je volgens mij 10 seconden rust.
Maar dat we gaan beginnen aan de dom. Twintig seconden rust zelfs. Wat een luxe. Maak je weer klaar. Donkey kicks, linkerbeen. Gebogen, eentje. Gestrekt, eentje. Benen 10 seconden. Hetzelfde concept. Gebogen en gestrekt. Om en om. Laatste keer. Die bridges. Laatste keer is gewoon normaal. Mocht je nou een gewichtje hebben, mag je hem weer gaan doen met een gewichtje. Hou je het gewichtje bij je heupen. Beweeg je maar mee omhoog. We hebben geen rust dadelijk. En ik kan echt niet twee dingen tegelijk, zie ik. Alrighty, bridges. Gewicht kan je dit namelijk best wel moeilijk maken. Alleen deze trainingen op deze dagen zijn eigenlijk normaal gesproken niet met gewichtjes dat iedereen ze kan doen. Iedereen heeft zomaar gewichtjes thuis liggen. Alleen zoals de bridges. Ja, met een paar kilo, want dit is nou 5 kilo. Wordt hij meteen een heel stuk zwaarder. Kijk, we hebben nog de twee finishers van de Fire Hydrants. Volgens mij eindigen we de set nog met een wall sit. Weer even uit mijn hoofd. Super, 10 seconden rust. Fire hydrant, linkerbeen. Let's do this. Ook deze weer, met elastiek, harder, heel stuk uitdagende. I lost my best friend to 23, she left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow, the warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven, they found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm a... 4 seconden, dan gaan we door met slut. En die vijf uit aan de rechterbeen in 10 seconden. Let's go. Oh, we hebben geen bullshit meer. Kijk, we hebben hierna gewoon puur en alleen nog eventjes de stretchoefeningen. My best friend to 23, she left her body in Harvard above me.
Oké, dan mag je wel vast doorwisselen, want we hebben geen rust, zie ik. Een foutje. Dus rechterbeen voor, linkerbeen gestrekt achter. En dan ga je dus rustig naar voren te leunen. Gewicht bij je liezen zetten. Handen mogen ook op de grond. Je wilt gewicht dus bij je lies brengen, zodat je hem echt bij je liezen voelt. We gaan het eigenlijk rustig omwisselen. Rechterbeen terug. Linkerbeen naar voren. Elfde idee. Dus naar voren toe gaan met je gewicht. Je gewicht op je lies zet. Ik kan ook heel goed bij je kont voelen deze. Oké, gaan we rustig staan. Voeten breed naar voren te laten wijzen. Dan gaan we eigenlijk proberen met de handen op de grond te komen. Je hoeft niet heel breed te staan op het moment dat je een beetje lenig bent. Ja, zoals jullie weten, ben ik zeker niet lenig. Later omdat je een stretch voelt, als je niks voelt, ga je met de armen zo in elkaar. Probeer je dieper te komen. Rechte voet, gaan we naar twee seconden naartoe. Handen, rechte voet. Trekking voelen, je mag hem ook een beetje bij je kuit voelen, maar vooral. Vijf seconden, dan gaan we door naar het linkerbeen. Ofwel naar de linkervoet met je handen. Let's switch. We gaan zo dadelijk in plaats van die, dat je even gaat, ja we gaan er wel, je gaat met de voeten tegen de muur aan staan en je heupen even naar de kant toe brengen, dat je hem in je kuit voelt. Zorg ervoor dat je gewicht dus bij de muur brengt, hoe dichter bij je bent hoe beter, tenen goed naar boven te laten wijzen en dan voel je hem dus in je kuit. Gaan we zaak doorwisselen. Hou je benen lock-out. Alright, die andere been. Tegen de muur aan, heupen bij de kant toe brengen. Nou, zijn we denk ik bijna klaar. Mijn raam is ook weer lekker. Lekker vochtig. Ik kwam helemaal niet op het woordje. Het is te laat voor mij om op te nemen. Maar we zijn bijna klaar. Ik wil nog even lekker rustig op de knieën zitten. Rustig op die hakken. Ontspannen. Het lijkt misschien een hele gekke oefening, maar hij is eigenlijk wel heel erg belangrijk. Blijf nog even lekker ontspannen zo zitten. Veel ademhalen, probeer die benen te ontspannen, probeer enkels te ontspannen. En je wil eigenlijk zo min mogelijk naar een tijdje voelen. Want hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker dit wordt. Je wil dus echt op die enkels druk uitoefenen, dat je echt die enkels op die stretch modus zet. Je kan hem ook voelen bij je bovenbenen. But relax. Because it's time. Get something to eat, at least for me. 10 seconden. En daarna is het tijd voor onze confetti. Tijd
nog even een woordje te zeggen. En dan gaan we ons klaarmaken voor de training van morgen. I guess. Ja, why not? Daar is ons confetti. Daar is onze nieuwe volgende automatische outro. Ja, ik moet altijd dingetjes blijven veranderen. Hey, dit is het teken dat ik ook even snel moet gaan afronden. Want ja, het is niet een ideaal scherm om naar te kijken. Leuk dat je er was. En hopelijk zie ik jullie morgen weer. Tot dan. Later. Peace out.